Hey, de naam van het spel zegt het al. Hier speel en leer je met mij en mijn vrienden. Pret zal je hier zeker beleven. Maar begin eerst met je voornaam in te typen in het lege vakje. Ben je klaar? Druk op Enter. Daar gaan we. Wil je spelen? Klik dan op de grote deur in de boomstam of op de boomhut. Klik op de zaklamp als je op verkenning wilt gaan. Of op de teddybeer als je alles netjes op volgorde wilt zetten. Kun je deze rij met foto's afmaken? Ik heb de eerste foto al opgehangen. Klik op de foto's onderaan en sleep ze naar de juiste lijst. Je moet de foto's ophangen van klein naar groot. Dat is goed. Heel goed! Je hebt ze in de juiste volgorde opgehangen. Je moet de foto's ophangen van klein naar groot. Dat is goed. Heel goed! Je hebt ze in de juiste volgorde opgehangen. Je moet de foto's ophangen van klein naar groot. Dat is goed. Heel goed! Je hebt ze in de juiste volgorde opgehangen. Je ontving een nieuw puzzelstukje. Wat fijn! Je gaat naar een hoger niveau. Kun je deze rij met foto's afmaken? Als dingen veranderen, dan gebeurt dit in een volgorde. Klik op de foto's onderaan en sleep ze naar de juiste lijst. Dat is goed. Dat is goed. Heel goed! Je hebt ze in de juiste volgorde opgehangen. Dat is goed. Dat is goed. Heel goed. Je hebt ze in de juiste volgorde opgehangen. Nee, nee. Die foto hoort niet in deze lijst. Probeer een andere. Nee, nee, dat is goed. Dat is goed. Heel goed. Je hebt ze in de juiste volgorde opgehangen. Dat is goed. Dat is goed. Heel goed. Je hebt ze in de juiste volgorde opgehangen. Je ontving een nieuw puzzelstukje. Kun je deze rij... Er is niets mis met je scherm. Dit is een spel dat je alleen in het donker kunt spelen. In de natuur leven een heel wat dieren die overdag slapen en 's nachts spelen. Oh, oh, daar is Susan. Het is bedtijd voor onze nachtvriendjes. Laat me de foto's bekijken. Kijk, je vond een vleermuis, een kat, een muis. Een langoren buidelrat. Een buidelrat. Er is niets mis met je scherm. Dit is een spel dat je alleen in het donker kunt spelen. In de natuur leven er heel wat dieren die overdag slapen en oh, oh, daar is Susan. Het is bedtijd voor onze nachtvriendjes. Laat me de foto's bekijken. Kijk, je vond een vleermuis, een muis, een uil, een kikker, een buidelrat. Je ontving een nieuw puzzelstukje. Wat fijn! Je gaat naar een hoger niveau. Er is niets mis met je scherm. Dit is een spel dat je alleen in het donker kunt spelen. In de natuur leven er heel wat dieren die overdag slapen en 's nachts spelen. Kijk, ik geef je een zaklamp en hiermee moet je zoveel mogelijk nachtdieren vinden. Maar haast je, want straks is de zon er weer. En als je een diertje vindt, klik er dan op met je muis en maak er een foto van. Vergeet niet met je muis te klikken als je nachtdieren vindt.
Oh, oh, daar is Susan. Het is bedtijd voor onze nachtvriendjes. Laat me de foto's bekijken. Kijk, je vond een langoorbuidelrat, een slak, een muis, een kikker, een buidelrat. Er is niets mis met je scherm. Dit is een spel dat je alleen in het donker kunt spelen. In de natuur leven er heel wat dieren die overdag slapen en 's nachts spelen. Kijk, ik geef je een zaklamp. En hier, oh, oh, daar is Susan. Het is bedtijd voor onze nachtvriendjes. Laat me de foto's bekijken. Kijk, je vond een vleermuis, een nachtvlinder, een kat, een uil, een muis, een naaktslak, een spin. Er is niets mis met je scherm. Dit is een spel dat je alleen in het donker kunt spelen. In de natuur leven er heel wat dieren die overdag slapen en 's nachts spelen. Kijk, ik geef je een zaklamp en hiermee moet je zoveel mogelijk nachtdieren vinden. Maar haast je, want oh, oh, daar is Susan. Het is bedtijd voor onze nachtvriendjes. Laat me de foto's bekijken. Kijk, je vond een langoorbuidelrat, een slak, een nachtvlinder, een uil, een buidelrat, een naaktslak, een kikker. Je ontving een nieuw puzzelstukje. Er is niets mis met je scherm. Dit is een... Klik op het euro-teken als je wilt winkelen. Welkom in mijn nieuwe winkel. Je mag alles kopen wat er in de rekken staat. Eerst klik je op wat je wilt kopen. Daarna neem je een nootje uit de zak en gooi het in de trechter van mijn kassa. Je moet 1 noot betalen voor ontbijtgranen. Klik op het product dat je wilt kopen. Je moet 1 noot betalen voor melk. Klik op het product dat je wilt kopen. Je moet 1 noot betalen voor brood. Je moet 1 noot betalen voor chips. Klik op het product dat je wilt kopen. Je moet 1 noot betalen voor chocolade. Klik op het product dat je wilt kopen. Je moet 1 noot betalen voor 1 ananas. Je ontving een nieuw puzzelstukje. Wat fijn! Je gaat naar een hoger niveau. Welkom in mijn nieuwe winkel. Blinky zei dat je langskwam. Hij wil dat je boodschappen voor hem doet. Wil je iets kopen dat in de rekken staat, klik er dan op. Daarna betaal je ervoor. Dingen die bovenaan staan kosten 2 noten. Dingen die onderaan staan kosten slechts 1 noot. Kijk, dit staat op het lijstje van Blinky. Chocolade, wortelen, brood, 1 sinaasappel. Klik op chocolade. Ja, hij wil chocolade. Je moet 2 noten betalen voor chocolade. Het volgende product dat Blinky wil is wortelen. Ja, hij wil wortelen. Je moet 1 noot betalen voor wortelen. Het volgende product dat Blinky wil is brood. Ja, hij wil brood. Je moet 2 noten betalen voor brood. Het laatste op zijn lijstje is 1 sinaasappel.
Ja, hij wil een sinaasappel. Je moet 1 noot betalen voor 1 sinaasappel. Blinky zal blij zijn dat jij hem hielp. Ik zorg ervoor dat alles onmiddellijk geleverd wordt. Bedankt. Kijk, een nieuw lijstje van Blinky. Ja, hij wil melk. Je moet 2 noten betalen voor melk. Het volgende product dat Blinky wil is 1 ananas. Ja, hij wil 1 ananas. Je moet 1 noot betalen voor 1 ananas. Het volgende product dat Blinky wil is wortelen. Ja, hij wil wortelen. Je moet 1 noot betalen voor wortelen. Het laatste op zijn lijstje is chocolade. Ja, hij wil chocolade. Je moet 2 noten betalen voor chocolade. Blinky zal blij zijn dat jij hem hielp. Ik zorg ervoor dat alles onmiddellijk geleverd wordt. Bedankt. Je ontving een nieuw puzzelstukje. Bedankt voor je vertrouwen in Chaco's exclusieve zaak. Oh, klik op het spoor als je wil weten wie is, of op de zeilboot als je wil weten wat is. Dit is een spel waarin je kunt laten zien hoe slim je bent. De foto's aan de ene zijde van het scherm horen bij een foto aan de andere zijde van het scherm. Klik en hou de muis ingedrukt en trek met het potlood een lijn tussen de foto's die bij elkaar horen. Uitstekend! Ah, uitstekend! Ze horen bij elkaar. Prima! Kijk, hier zijn nog meer foto's. Prima! Prima! Ze horen bij elkaar. Ze horen bij elkaar. Je ontving een nieuw puzzelstukje. Wat fijn! Je gaat naar een hoger niveau. Dit is een spel waarin je kunt laten zien hoe slim je bent. De foto's aan de ene zijde van het scherm horen bij een foto aan de andere zijde van het scherm. Klik en hou de muis ingedrukt en trek met het potlood een lijn tussen de foto's die bij elkaar horen. Goed! Ah, uitstekend! Prima! Ah, uitstekend! Kijk, hier zijn nog meer foto's. Ah, uitstekend! Prima! 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 Je ontving een nieuw puzzelstukje. Dit is... Klik op de doos als je wil weten wie er zich in verstopt. Of op Blinky als je wil weten hoe Blinky zich voelt. Vandaag wil ik dat je sporen volgt tot je de eigenaar gevonden hebt.
Een erg beroemde kangoeroe heeft ons een ongewoon toestel geleend en het heet de spooroorzoeker. Kijk, zo werkt het. Dit is het spoor dat je moet volgen. Als je dit spoor in het televisiescherm ziet verschijnen, klik er dan op met je muis of druk op de spatiebalk. Dit brengt je naar de maker van het spoor. Kun je raden wie het is? Goed zo! Dit spoor is van een mens, net als jij. Je ontving een nieuw puzzelstukje. Wat fijn. Je gaat naar een hoger niveau. Vandaag wil ik dat je sporen volgt tot je de eigenaar gevonden hebt. Een erg beroemde kangoeroe heeft ons een ongewoon toestel geleend en het heet de spooroorzoeker. Kijk, zo werkt het. Dit is het spoor dat je moet volgen. Als je dit spoor in het televisiescherm ziet verschijnen... Goed zo! Goed zo! Goed zo! Goed zo! Heel goed! Dit spoor is van een olifant. Je ontving een nieuw puzzelstukje. Van... Weet je wat? Volgens mij wil Blinky ons beetnemen in dit spel. Blinky moet je rechts van de doos zien. Maar oh, wat doet hij nu weer? Hij springt heen en weer. Klik met de muis of op de spatiebalk als je Blinky rechts van de doos ziet. Ja! Blinky bevindt zich nu rechts van de doos. Daar gaat hij weer. Nu klik je als je hem in de doos ziet. Ja! Blinky bevindt zich nu in de doos. Daar gaat hij weer. Nu klik je... Ja! Blinky bevindt zich nu op de doos. Je ontving een nieuw puzzelstukje. Wat fijn! Je gaat naar een hoger niveau. Klik met de muis of op de spatiebalk als je Blinky op de doos ziet. De juiste plaats van Blinky is op de doos. Probeer het nog eens. Ja! Blinky bevindt zich nu op de doos. Klik met de muis of op de spatiebalk als je Splodge onder de doos ziet. Ja, Splodge bevindt zich nu onder de doos. Klik met de muis of op de spatiebalk als je Flap in de doos ziet. Ja, Flap bevindt zich nu in de doos. Klik met de muis of op de spatiebalk als je Blinky voor de doos ziet. Ja! Blinky bevindt zich nu voor de doos. Je ontving een nieuw puzzelstukje. Klik met de muis... Ja! Flap bevindt zich... Mijn vriend Blinky Bill maakt rare situaties mee... En hij voelt er zich ook altijd anders bij. Kijk naar dit filmpje en probeer te raden hoe Blinky zich voelde.
Ja, dat is juist. Ik denk ook dat Blinky toen blij was. Mijn vriend Blinky Bill maakt rare situaties mee. En hij voelt er zich ook altijd anders bij. Kijk naar dit filmpje en probeer te raden hoe Blinky zich voelde. Mijn vriend Blinky Bill maakt rare situaties mee en hij voelt er zich ook altijd anders bij. Kijk naar dit filmpje en probeer te raden hoe Blinky zich voelde. Dat is juist. Ik denk ook dat Blinky toen verdrietig was. Mijn vriend Blinky Bill maakt rare situaties mee en hij voelt er zich ook altijd anders bij. Kijk naar dit filmpje en probeer te raden hoe Blinky zich voelde. Ja, dat is juist. Ik denk ook dat Blinky toen blij was. Je ontving een nieuw puzzelstukje. Wat fijn. Je gaat naar een hoger niveau. Mijn vriend Blinky Bill maakt rare situaties mee. En hij voelt er zich ook altijd anders bij. Kijk naar dit filmpje en probeer te raden hoe Blinky zich voelde. Ja, dat is juist. Ik denk ook dat Blinky toen verdrietig was. Mijn vriend Blinky Bill maakt rare situaties mee en hij voelt er zich ook altijd anders bij. Kijk naar dit filmpje en probeer te raden hoe Blinky zich voelde. Ik denk niet dat hij opgewonden was. Ja, dat is juist. Ik denk ook dat Blinky toen blij was. Mijn vriend Blinky Bill maakt rare situaties mee en hij voelt er zich ook altijd anders bij. Kijk naar dit filmpje en probeer te raden hoe Blinky zich voelde. Ja, dat is juist. Ik denk ook dat Blinky toen boos was. Je ontving een nieuw puzzelstukje. Mijn vriend... Klik op de camera als je wilt weten wie wat doet, of op het konijn als je wilt weten wie waar naartoe gaat. Oh, deze dieren hebben jouw hulp nodig. Ik denk dat ze verdwaald zijn.
kun je ze de weg naar huis wijzen. Gebruik je muis, klik op een dier, volg samen het pad en breng het dier veilig terug naar huis. Weet je waar een kip leeft? Ja, hier woont een kip. Weet je waar een spin leeft? Ja, hier woont een spin. Weet je waar een muis leeft? Wat fijn, hè? Al de dieren zijn weer gezellig thuis. Oh, deze dieren hebben jouw hulp nodig. Ik denk dat ze verdwaald zijn. Kun je ze de weg naar huis wijzen? Weet je waar een varken leeft? Ja, hier woont een varken. Weet je waar een paard leeft? Ja, hier woont een paard. Weet je waar een kip leeft? Wat fijn, hè? Al de dieren zijn weer gezellig thuis. Je ontving een nieuw puzzelstukje. Wat fijn! Je gaat naar een hoger niveau. Oh, deze dieren hebben jouw hulp nodig. Ik denk dat ze verdwaald zijn. Kun je ze de weg naar huis wijzen? Weet je waar een kip leeft? Ja, hier woont een kip. Weet je waar een muis leeft? Ja, hier woont een muis. Weet je waar een konijn leeft? Wat fijn, hè? Al de dieren zijn weer gezellig thuis. Oh, deze dieren hebben jouw hulp nodig. Ik denk dat ze verdwaald zijn. Kun je ze de weg naar huis wijzen? Weet je waar een muis? Ja, hier woont een muis. Weet je waar een kat leeft? Ja, hier woont een kat. Weet je waar een kikker leeft? Wat fijn, hè? Al de dieren zijn weer gezellig thuis. Je ontving een nieuw puzzelstukje. Oh, deze dieren... Dit is pas een leuk spel. Je mag meehelpen bij het verkleden van Blinky en zijn vrienden. Kijk, aan de ene kant van je scherm staan onze vrienden verkleed. En onderaan je scherm staan er nog spullen die ze kunnen gebruiken. Zie je wie er wat kan gebruiken? Klik op de voorwerpen, hou de muis ingedrukt en trek zo een lijn naar een van onze vrienden. Ja, brandweerman Splotch past bij een brandweerauto. Ja, vuilnisvrouw Marcia past bij een vuilnisauto. Ja, piloot Blinky past bij een vliegtuig. Ja, motorrijdster Marcia past bij een motor. Ja, piloot Blinky past bij een vliegtuig. Ja, politievrouw Nutsy past bij een politieauto. Ja, brandweerman Splotch past bij een brandweerauto. Ja, boerin Nutsy past bij een tractor. Ja, ijskoman Flap past bij een ijskar. Ja, kapitein Flap past bij een schip.
Ja, brandweerman, Splotch, past bij een brandweerauto. Ja, vrachtwagenchauffeur Splodge past bij een vrachtwagen. Je ontving een nieuw puzzelstukje. Wat fijn! Je gaat naar een hoger niveau. Dit is pas een leuk spel. Je mag meehelpen bij het verkleden van Blinky en zijn vrienden. Kijk, aan de ene kant van je scherm staan onze vrienden verkleed. Onderaan je scherm staan er nog spullen die ze kunnen gebruiken. Zie je wie er wat kan gebruiken? Klik op de voorwerpen, hou de muis ingedrukt en trek zo een lijn naar een van onze vrienden. Ja, dokter Marcia past bij een stethoscoop. Ja, Rockster Nutsy past bij een gitaar. Ja, kok Splodge past bij een oven en steelpan. Ja, bibliothecaris Flap past bij een boek. Ja, fotograaf Splotch past bij een fototoestel. Ja, Rockster Nutsy past bij een gitaar. Ja, bibliothecaris Flap past bij een boek. Ja, mechanicien Blinky past bij een moersleutel. Ja, kunstenares Marcia past bij een schilderspalet. Ja, dokter Marcia past bij een stethoscoop. Ja, winkelier Blinky past bij een kassa. Ja, mechanicien Blinky past bij een moersleutel. Je ontving een nieuw puzzelstukje. Dit. Klik op mijn bezem als je wil helpen met opruimen. Hé, wat ben ik blij dat je er bent. Ik heb gehoord dat jij zo goed kunt opruimen. En ik weet niet meer waar al die dingen thuis horen. Kun jij met de muis, net als ik, op de spullen klikken die op de grond liggen en ze naar de juiste plaats slepen? Klik met de muis op de spullen die op de grond liggen en sleep ze naar de juiste plaats. Goed. Het komt dik voor mekaar. Dat heb je netjes gedaan. Dank je wel. Dat ziet er goed uit. Je ontving een nieuw puzzelstukje. Wat fijn. Je gaat naar een hoger niveau. Hé, wat ben ik blij dat... Goed. Dat heb je netjes gedaan. Sleep het naar een ander. Het komt dik voor... Goed. Dank je wel. Dat ziet er goed uit. Je ontving een nieuw puzzelstukje. Hé. Klik op de driehoek als je wilt spelen met vormen. Of klik op het kasteel als je wilt leren tellen. Ik heb je hulp nodig. Ik moet een aantal spullen uit het rek halen en ze naar mijn juf brengen. Maar ik kan niet bij het rek. Kun jij me helpen door met je muis de spullen op te tillen en ze in mijn karretje te leggen? Geef je me eerst één model van een sprookjeskasteel. Leg je het even in mijn karretje? 1. Bedankt. Dat is 1 model van een sprookjeskasteel. Ik breng alles naar juf Medel. Ik ben in een wip terug. Niet weggaan hoor. Geef je me nu 2 pakkenkrijtjes. Krijg ik nog wat pakkenkrijtjes? 1.
2 bedankt. Dat zijn 2 pakkenkrijtjes. Ik breng alles naar juf Medel. Ik ben in een wip terug. Niet weggaan, hoor. Pak je nu 3 linealen. Krijg ik nog wat linealen? 1, 2, 3. Goed geteld. Dat zijn 3 linealen. Ik breng alles naar juf Medel. Ik ben in een wip terug. Niet weggaan, hoor. Neem je nu 4 brandweerhelmen. 1, 2, 3, 4. Bedankt. Dat zijn 4 brandweerhelmen. Ik breng alles naar juf Medel. Ik ben in een wip terug. Niet weggaan, hoor. Nog 1 karretje vol te laden. Geef je me 5 boeken. 1, 2, 3, 4, 5. Dit is de laatste lading voor juf Medel. Ik had het zonder jouw hulp niet gekund. Bedankt. Je ontving een nieuw puzzelstukje. Wat fijn. Je gaat naar een hoger niveau. Ik heb je hulp nodig. Ik moet een aantal spullen uit het rek halen en ze naar mijn juf brengen. Maar ik kan niet bij het rek. Kun jij me helpen door met je muis de spullen op te tillen en ze in mijn karretje te leggen? Pak je even 8 speelgoedauto's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bedankt. Dat zijn 8 speelgoedauto's. Ik breng alles naar juf Medel. Ik ben in een wip terug. Niet weggaan, hoor. Mijn juf wil 9 modellen van een sprookjeskasteel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bedankt. Dat zijn 9 modellen van een sprookjeskasteel. Ik breng alles naar juf Medel. Ik ben in een wip terug. Niet weggaan, hoor. Pak je nu 3 poppen. Krijg ik 1, 2, 3. Goed geteld. Dat zijn 3 poppen. Ik breng alles naar juf Medel. Ik ben in een wip terug. Niet weggaan, hoor. Op mijn lijstje staan nog 6 blokken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bedankt. Dat zijn 6 blokken. Ik breng alles naar juf Medel. Ik ben in een wip terug. Niet weggaan, hoor. Nog 1 karretje vol te laden. Geef je me 5 linealen. 1, 2, 3, 4, 5. Dit is de laatste lading voor juf Medel. Ik had het zonder jouw hulp niet gekund. Bedankt. Je ontving een nieuw puzzelstukje. Ik heb je hulp nodig. Ik moet een aantal spullen uit het rek halen en ze naar mijn juf brengen. Maar ik kan niet bij het rek. Vormen. Dit vind ik het leukste spel. Overal waar je kijkt, zie je vormen. De truc is dat je moet weten hoe die vorm eruit ziet. Weet jij welke vorm een rechthoek heeft? Klik op al de vormen die een rechthoek zijn. En kijk wat er gebeurt. Heel goed. Je maakte een reusachtige rechthoek. Dit is nog een vorm die je moet zoeken. Klik op al de vormen die een driehoek zijn. En kijk wat er gebeurt. Heel goed. Je maakte een reusachtige driehoek. Dit is nog een vorm die je moet zoeken. Klik op al de vormen die een cirkel zijn. En heel goed. Je maakte een reusachtige cirkel. Je ontving een nieuw puzzelstukje. Wat fijn. Je gaat naar een hoger niveau. Vormen. Dit vind ik het leukste spel. Overal waar je kijkt, zie je vormen. De truc is dat je moet weten hoe die vorm eruit ziet. Weet jij welke vorm een driehoek heeft? Klik op al de vormen die een driehoek zijn. Heel goed! Je maakte een reusachtige driehoek. Dit is nog een vorm die je moet zoeken. Klik op al de vormen die een ruit zijn. En kijk wat er gebeurt. Heel goed. Je maakte een reusachtige ruit. Dit is nog een vorm die je moet zoeken. Klik op al de vormen die een vierkant zijn. En kijk wat er gebeurt. Heel goed. Je maakte een reusachtige vierkant. Je ontving een nieuw puzzelstukje. Klik op de bloem als je planten wil zien groeien. Of op de dingo als je wil zien wie bij wie hoort. Weet je wat ik erg leuk vind? Het kweken van planten. In dit spel kun je het kweken van planten oefenen. Wil je meteen beginnen? Klik dan op een pakje zaad.
Weet je wat er uit dit zaad groeit? Een bananenboom. Klik op de spade en maak een kuiltje voor het zaad. Klik op het pakje met zaad om het uit te strooien. Het zaad moet je met aarde bedekken. Hiervoor klik je weer op de spade. Jouw zaad is gezaaid en nu moet je ervoor zorgen. Gebruik de gieter om je planten water te geven. Zo is het genoeg. Zo is het genoeg. Kijk hoe jouw plant gaat groeien van al dat water. Zo is het genoeg. Kijk, het plantje groeit hoger in de lucht en dieper in de aarde. Zo is het genoeg. Zo is het genoeg. Zo is het genoeg. Heel goed. Dit is een prachtige bananenboom. Je ontving een nieuw puzzelstukje. Wat fijn. Je gaat naar een hoger niveau. Weet je wat er uit dit zaad groeit? Een pompoen. Klik op de spade en... Klik op... Het... Jouw zaad is gezaaid en nu moet je ervoor zorgen. Gebruik de gieter om je planten water te geven. Zo is het genoeg. Kijk hoe jouw plant gaat groeien van al dat water. Zo is het genoeg. Kijk, het plantje groeit hoger in de lucht en dieper in de aarde. Zo is het genoeg. Kijk uit, de beestjes vallen aan. Ze zullen jouw planten opeten. Pak ze en stop ze in de emmer. Zo is het genoeg. Vang al de beestjes. Zo is het genoeg. Heel goed. Dit is een prachtige pompoen. Je ontving een nieuw puzzelstukje. Oh, paren maken. Dit spelletje vind ik het leukst. Ken je dit spel? Klik op de kaarten om de dieren te vinden die bij elkaar passen. Niet opgeven, het moet lukken. Wauw, je bent een expert.
Uitstekend. Wauw, je bent een expert. Wauw, je bent een expert. Uitstekend. Dat was toch leuk, niet? Je ontving een nieuw puzzelstukje. Wat fijn. Je gaat naar een hoger niveau. Oh, paren maken. Dit spelletje vind ik het leukst. Ken je dit spel? Klik op de kaarten om de dieren te vinden die bij elkaar passen. Niet opgeven, het moet lukken. Wauw, je bent een expert. Uitstekend. Uitstekend. Wauw, je bent een expert. Niet opgeven, het moet lukken. Wauw, je bent een expert. Uitstekend. Uitstekend. Wauw, je bent een expert. Je ontving een nieuw puzzelstukje. Luister goed, want dit zul je me niet vaak horen zeggen. Laten we plezier maken! Maar ik moet het gewoon zeggen, want dit is zo'n ontzettend leuk spel. Wil je spelen? Dan moet je met je muis op de toetsen klikken of aan de hendel trekken om dit leuke machientje in werking te stellen. Kijk, want Blinky en zijn vrienden worden echt door elkaar geschud. Eens kijken of je een Splodgy Blinky, een Nutsy Marcia of een Flapgloop kunt maken. Veel plezier! Schitterend! Hey, vind jij het ook zo leuk om in het bad te spelen? Wel nu, dit is een badspel. En let maar eens goed op wat er gebeurt met het water als ze allemaal tegelijk in het bad willen. Wil je dat een van mijn vrienden een bad neemt? Klik er dan op. Stop er nog iemand bij. Kijk, het bad zit nu half vol. Het bad is nu bijna vol. Het bad is vol. Wat zal er? Laten we eens kijken. Oeh, en nu loopt het bad over.
Klik op de thematoets. Dit prachtige plaatje van Green Patch is jouw speelterrein. Van hieruit kan je alle plaatsen bezoeken die je in Blinky Bill Peutertje vindt. Beweeg je muis over het scherm en kies waar je heen wilt. De plaatsen die je kunt bezoeken worden lichter van kleur. Wil je een kijkje gaan nemen, dan klik je eenmaal op deze plaats. Je kunt ook een lijst raadplegen van alle beschikbare spelletjes. En hiervoor klik je op de speeltoets op dit scherm. Beweeg met je muis en ontdek waar je terechtkomt als je op een klikpunt of een icoon klikt. Er zijn 18 spelletjes. De meeste hebben 2 niveaus en zijn telkens verschillend. Dit wil zeggen, wordt het spel opnieuw gespeeld, dan zijn de spelelementen ook anders samengesteld. Er zijn in totaal ongeveer 200 verschillende spelsituaties. Elk spel wordt begeleid door een inwoner van Green Patch en soms worden er ook tips gegeven. De meeste spelletjes zijn ontwikkeld om een specifieke vaardigheid te oefenen en zijn zo gestructureerd dat ze je stimuleren om de vaardigheid onder de knie te krijgen. Dit is ook de reden waarom we meer evolueren naar een educatief model gericht op juiste en onjuiste resultaten, maar steeds met de aanmoediging om te blijven proberen. Blinky Bill's Peutertje heeft 2 verschillende puntensystemen. Een score voor de ouders en de leerkrachten en een beloningssysteem voor het kind. De score voor de ouders en leerkrachten geeft een overzicht van de resultaten en de gespeelde spelletjes. Je vindt er hoeveel keer een spel gespeeld werd en wat het behaalde resultaat was. Percentage van de correcte antwoorden in verhouding met het aantal pogingen. Aan de 4 vrije spelletjes worden geen punten toegekend. De beloning voor de speler is een puzzelstukje, dat elke keer als een spel gespeeld wordt, waaraan een score gekoppeld zit, verzameld kan worden. De speler moet een zekere vaardigheid bezitten om de puzzelstukjes te verdienen. Er zijn 2 puzzelreeksen. 1 reeks per niveau. Alle spelletjes van eenzelfde niveau moeten gespeeld worden om een volledige reeks te krijgen. Zijn alle stukjes verzameld en is de puzzel klaar, dan wordt er een kort filmpje getoond uit de tv-serie van Blinky Bill. Wil je helemaal opnieuw beginnen, dan gebruik je de opnieuw-toets op dit scherm. Je kunt het onderdeel van de beloningen bekijken door op de brug te klikken. Wil je Blinky Bill's Peutertje verlaten? Klik dan 2 op het valluik in de rechter benedenhoek van je scherm. Wil je echt met alle puzzels opnieuw beginnen? Weet je dit zeker? Dan klik je nog eens op deze toets. Wil je het liever niet? Dan klik je ergens anders. Oh, wat vind ik het leuk om te koken. En ik ben blij dat je me komt helpen. Klik eerst op de foto van het lekkers dat je wil maken. De banaan gaat in de mixer.
Voeg er melk bij. 3 volle lepels yoghurt. En nu maar mixen. Bananen. Voor een kangoeroe is het iets raars, maar jij vindt het waarschijnlijk overheerlijk. Klik op elk ingrediënt dat in de pot moet. Klik op elk ingrediënt dat in de pot moet. Zet de pot op het vuur en laat het een uurtje zachtjes sudderen. Heerlijke soep om naar binnen te slobberen. Schil en kook de appelen. Giet het in een bakvorm. Meng de andere ingrediënten in een kom. Giet het kruimeldeeg over de appelen. Zet het in de oven. Lekker knapperig kruimeldeeg. Klop eieren en melk. Meng de boter en bloem in de mixer. Voeg pompoen. Rol dit uit op een plaat. Snij er vormen uit. Ik ruik de cake al. Dit is de pagina waarop je al de stukjes terugvindt die je verzameld hebt. Als je een spel juist speelt,
krijg je een stukje van de foto. Is je foto klaar? Dan kun je naar een filmpje kijken van mij en mijn vrienden. Klik op de starttoets en kijk naar het filmpje. Heel goed! Laten we nu naar het leuke filmpje kijken. Toen de les begon, zei juf Merel... Vandaag kijken jullie naar een film over magie. De magie van het rekenen. Heel goed! Laten we nu naar het leuke filmpje kijken. Daar stonden Blinky Bill en zijn vrienden vol verbazing in de halfdonkere tent. Wat zit hierin? Zei Blinky. Vergeet niet terug te komen om te kijken of je foto's bijna klaar zijn, Ben. Flap staat buiten en hij wil weten hoe het is als het weer verandert. Je kunt het weer veranderen door op de symbooltjes te klikken die aan de zijkant van je scherm staan. En kijk wat er met Flap gebeurt. Klik op het plaatje en kijk wat er gebeurt als het zonnig is. Oh, wat hou ik van een zonnige dag! Wat hou ik van een zonnige dag! Klik op het plaatje en kijk wat er gebeurt als het regent. Straks kan ik spetteren in de plassen. Nee, het regent. Straks kan ik spetteren in de plassen. Op het plaatje en kijk wat er gebeurt als het winderig is.
Klik op het plaatje en kijk wat er gebeurt als het sneeuwt. Zouden de vliezen tussen mijn tenen handig zijn op ijs? Dat kietelt. Hierlangs verlaat je Blinky Bill Peutertje. Klik nog eenmaal op het valluik en je verlaat het spel. Klik ergens anders, als je dan toch liever blijft.